Welkom bij Lokaal Journaal, het nieuwsprogramma waarin we u op de hoogte stellen van alles wat er speelt in onze regio. Dinsdag 2 april hebben alle 17-jarigen met een Nederlandse nationaliteit een dienstplichtbrief ontvangen. In deze brief wordt door de Rijksoverheid uitgelegd dat de dienstplicht niet is afgeschaft, maar de opkomstplicht is opgeschort. Dit betekent dat dienstplichtigen zich niet hoeven te melden. In de Hoekse Waard hebben 972 tieners deze brief afgelopen week opengemaakt. De stichting House for Sri Lanka organiseert vrijdag 12 april een bingo in de ark van de Eendrachtskerk in Zebeierland. Vanaf kwart over zeven zijn de kerkdeuren geopend en kunt u alvast een bingo-boekje kopen. House for Sri Lanka meldt dat ze het geld hard nodig hebben, voor het goede doel. Het is een hoeksewaartse stichting die samenwerkt met lokale mensen in Sri Lanka, om voor de allerarmsten een fatsoenlijk huis te laten bouwen. Donderdag 4 april werd de hitze in beiland op een feestelijke manier heropend. Het is het begin van het hoogseizoen en vorig jaar rond deze tijd zag de Kaja heel anders uit. Er is een nieuwe stijger, een trap en een vogeluitkijktoren. De Vogelbescherming en gemeente Hoekse Waard hebben een namenwedstrijd georganiseerd voor de uitkijktoren. En de naam van de toren wordt op de tonen van de misthoorn onthuld door vertegenwoordigers van het recreatieoord. De winnende naam is Tureluur. Tureluur heet de toren. 19 mensen hebben de naam Tureluur ingezonden. Wilma Braal heeft de wedstrijd gewonnen, omdat zij de beste motivatie heeft ingeleverd. Afgelopen weken zijn de archeologen druk bezig geweest met graven in Numansdorp. Bij de havenstraat 3 in wordt een wooncomplex gebouwd. Het archeologisch onderzoeksbureau Transect is gevraagd om daar een kijkje te nemen. De eerste resten van het oude stadscentrum van Numastorp zijn al terug te vinden. De vondsten dateren uit de 17e eeuw. Projectleider van Transect, Iris Korvel, meldt nog niet klaar te zijn met graven. Het college van burgemeester en wethouders heeft een adviesnota opgesteld voor de gemeenteraad over winkeltijden in de Hoekse Waard. De adviesnota bevat drie beslispunten. Het belangrijkste punt is het voorstel waarbij op bepaalde zondagen en feestdagen alle winkels van 12 tot 6 hun deuren mogen openen. Over dit voorstel speelt veel onrust bij bewoners in de Hoekse Waard. De gemeenteraad maakt voor de zomervakantie een keuze. Op dinsdag 2 april stapt Wim Vertuin van Stouchystijk naar de Raad van State. Dit doet hij omdat hij de belofte van de burgemeester dat er geen uitbreiding van het bedrijf van Iperen aan zijn kant zou komen, wordt overtreden. De gemeente stelt dat er geen schriftelijke afspraken zijn en het bestemmingsplan van de gemeenteraad heeft het bedrijf van Iperen toestemming gegeven om, de, om een akker. Om, op de akker aan de Stuigjesdijk een parkeerterrein te bouwen. Of het bestemmingsplan erdoor komt, maakt de Raad van State binnen twaalf weken bekend. Deze week heeft de gemeenteraad plannen voor de komende jaren op het gebied van verkeer en vervoer gemaakt. Verkeerswethouder Harry van Waveren benadrukt het belang omdat de huidige verkeerssituatie in de Hoekse Waard niet veilig genoeg is. De beoogde plannen omvatten onder andere het aanleggen van meer fietspaden, het omvormen van 50 wegen tot 30 wegen om de verkeersveiligheid in de hoekse waard te verbeteren. Op dinsdag 23 april neemt de Raad een besluit. Hartelijk dank voor het kijken naar Lokaal Chanaal. Tot de volgende uitzending.